Zo, hallo allemaal. Hoi. Ik wil iets vertellen bij deze opening over de magie van historische kleding. Ter voorbereiding op deze opening heb ik wat rondgeneust op internet. Mijn zoekterm was de magie van historische kleding. Want zelf steek ik me rond en op 1 april ook graag in historische kleding. En het rare is, eenmaal in je pakkie beleef je de activiteit anders. Je hoort erbij. Je stapt in een andere tijd, een andere beleving. Die enkele keer dat ik slechts een uurtje meeliep met mijn Spaanse vrienden, in gewone kleren, voelde dat anders. Verklaar dat maar eens. Ik kwam op internet zelfs een heel wetenschappelijk onderzoek tegen over reenactment. Dat is het herbeleven van de geschiedenis. Het onderzoek ging vooral over historische groepen die zich zo waarheidsgetrouw in een bepaalde periode uit het verleden onderdompelen. Maar andere onderwerpen die bovenkomen met mijn zoekvraag hadden vooral betrekking op de magie van het verkleden. Bijvoorbeeld, hoe stimuleert verkleden de ontwikkeling van een kind? Dat gebeurt op meerdere vlakken. Fantasie en creativiteit. Om extra op te gaan in die andere wereld, is het leuk om verkleedkleren aan te schaffen. Het denkvermogen en de creativiteit van een kind wordt hierdoor gestimuleerd. Vandaag de dag laat het speelgoed weinig meer aan de verbeelding over. Dus verkleden is een activiteit die je moet aanmoedigen. Grove en fijne motoriek. Zodra je kind zich gaat omkleden, wordt de motoriek ingezet. De verkleedkleren die je kind aandoet, moeten vaak dicht met knoopjes, strikjes of een rits. Hier komt de fijne motoriek aan bod. Zodra het pak aan is en je kind zich in een andere wereld waant, als boef, agent of Spaans soldaat of geus, dan komt de grove motoriek aan bod. Denk aan rennen, springen, achtervolgen, ga zo maar door. Empathie en inlevingsvermogen. Wanneer kinderen zich verkleden, kruipen ze in de huid van een ander. En voelen en ervaren ze dingen zoals hun personage. Daardoor groeit hun empathie en inlevingsvermogen. Een voorbeeld. Je kind speelt dat hij een dokter, of Lumei of de Spaanse commandant is. Dit betekent dat hij een rol aanneemt en zich moet inleven in de pijn en gevoelens van anderen. Sociaal vermogen. Vaak is verkleden het leukste als kinderen dit samen kunnen doen. Het is dan een sociaal proces. Als eerste moeten bijvoorbeeld de rollen worden verdeeld. Je kind leert omgaan met teleurstellingen, want niet iedereen kan Lumei zijn. Emotie. Misschien merk je wel eens dat je kind aan het eind van de dag overprikkeld is. Dit komt omdat kinderen veel meemaken op zo'n dag. Ze hebben tijd nodig om alles te verwerken. Door zich te verkleden en een andere rol aan te nemen, leren ze gebeurtenissen vanuit een ander perspectief te zien. Dit helpt kinderen de wereld beter te begrijpen en emoties te reguleren. Welke verkleedkleding heb je nodig? Om je kind zoveel mogelijk te stimuleren, is een gevarieerd aanbod aan verkleedkleren het beste. Misschien een goed moment om eens in de verkleedkist van de kinderen te gaan. Past alles nog? Moet er nog iets worden aangevuld? Nou, u voelt hem al aankomen. Ik vond in dit stuk zoveel overeenkomsten met onze verkleedpartijen. Vervang kinderen door brielenaren of brielse kinderen. En je hebt ongeveer te pakken waar wij mee bezig zijn. Ons historisch spel is belangrijk om het verhaal van de eersteling der vrijheid levend te houden. Maar kennelijk is het ook nog goed voor onze hersenen. Nog even over het kledingaanbod. De dames van de Geuzennaald hebben weer uren en uren aan kleding gewerkt. Een terugblik op vorig jaar. De winkel van de Geuzennaald was geopend in de infirmerie. In de eerste 2 weken was het extreem druk. Na 2 jaar corona had iedereen er zin in. Er lag een aanbod van 2 naaijaren. Uiteindelijk zijn er 2600 artikelen verkocht en was er niets meer op voorraad. Door enkele dames is op verzoek van de gemeente ook nog gewerkt aan het ontwerpen van de strikvlag voor de onthulling door koning Willem-Alexander van de gedenksteen 450 jaar bevrijding. In mei werd door enkele dames vanuit huis alweer gestart met het voorwerken om de voorraad weer op een normaal niveau te brengen.
Vanaf eind augustus 2022 zijn de dames weer op locatie hier in Bastion 8 gestart met de naaiwerkzaamheden. Alle tijd is gebruikt om voldoende aanbod te hebben. Daarom, mede daarom is er ook geen modeshow dit jaar. Wie een luxe pak wil, zal een jaartje moeten wachten. Alhoewel, ik heb net gezien dat het toch wel wat mooi is. Maar is dat heel erg als dat zo zou zijn? Nee, natuurlijk niet. De meeste mensen in de 16e eeuw waren tenslotte eenvoudige lieden. Maar goed, er is weer genoeg. Er zijn honderden artikelen te koop. Komt dat zien, komt dat zien. De Geuzennaald is geopend. De dames gaan zo naar binnen en u kunt achter ons naar binnen. Ja, die heeft 5 points. Dat is het.